Hallo. Water met een beetje passievrucht. Zo lekker. Maar het is wel raar om zo het einde van de aflevering, zo de laatste aflevering te zien. En dan, ja, ik wist welke foto's dat er ging komen en zo. Want ja, ik heb die ook doorgestuurd. Maar toch, ja, om dat dan te zien en dan zo te zien met die tekst erbij van dat het niet gelukt is. Ja, dat doet wel pijn. Dat is wel zo van, shit. Gisteren zo wel een paar traantjes gelaten, omdat je dan toch, ja, voelde je toch teleurgesteld. Je denkt dan toch al, waar is de fout gegaan? Ik weet waar dat de fout is gegaan, uiteraard. Ik bedoel, wij hebben onze probleempjes gehad, wat dat alle koppels wel eens hebben. Maar ja, door dan gebrek aan communicatie en ook langs mijn kant. Zijn wij uit elkaar gegroeid? Ja, dat is ook gewoon niet naast elkaar. Hè? Dat is niet van, ik kom van het weekend wel even af om het uit te praten. Nee, dat is echt wel hard werken om daar iets deftig van te maken. En ik zeg het, wij hebben dat echt heel lang goed gedaan. Ja, dan is dat gestopt. Zo. Dus ja. Want ja, normaal gingen wij daar dan opkomen van het Disney-koppel is nog samen. Wij noemden ons ook zo het Disney-koppel. Dat was echt wel een mooie tijd. Ja, en zeker dat zo terugzien en zo. Ja, dan denk je echt van, allee jongen, god. Ik kijk er echt wel met een heel warm gevoel naar terug. Oh my god. Ik wil eerst en vooral echt iedereen bedanken voor jullie lieve reacties. Dat wil ik ook trouwens even zeggen voor mensen die andere soort reacties plaatsen, ook op filmpjes van mijn collega-kandidates. Wij zien dat. Ja. Hoe gek het ook lijkt, wij hebben ook Facebook, wij hebben ook Instagram en wij volgen ook VTM. Dus ja, doe wel pijn. Uiteraard, we weten dat het erbij hoort. En we hebben gelukkig steun aan elkaar. Dus we doen dat allemaal heel goed. Maar ja, misschien zou het wel fijn zijn als je daar een beetje rekening mee kunnen houden. Dat is echt niet fijn, hè? Allee, oh. Het moest maar eens over u gaan, weet je wel. En ook gewoon de fans. Alleen niet echt dat ik denk dat wij fans hebben, maar ik bedoel de mensen die daar lief reageren. Dat is leuk, uiteraard. Die kennen u ook niet, maar dat is een warm gevoel. Ik bedoel, ik probeer ook altijd aan iedereen een warm gevoel mee te geven. Maar dan zo de haters, zullen we ze maar noemen, of de mensen die een negatieve ervaring hebben gehad met programma om daar naar te kijken en die dan een mening hebben over een van de kandidaten. Ja, dat vind ik wel jammer. Ik bedoel, moet dat? Is het allemaal al niet triestig genoeg? Is het allemaal al niet. Leven, we zijn hier toch maar één keer, hè, mensen. Laten we nu gewoon een keer gezellig zijn tegen elkaar. En ik heb dat soms ook dat ik iemand niet leuk vind, hè, maar moeten we dat dan echt gewoon zeggen? Ik weet dat niet. Zij doet daar veel mee. Ik weet dat niet. Maar goed, sommigen moeten dat doen. Voelde jij je daar beter door? Alright. Dat is het belangrijkste. En evenveel liefde voor jullie, hoor. Zo. Het is wat het is. Maar ik wou dat wel even zeggen, want ik heb soms het gevoel dat sommige mensen dat niet beseffen, dat wij ook gewoon tussen alle reacties. En ik zeker, ik lees alles mee. Ik vind dat heel leuk, omdat ja, ik vind dat leuk om alle positieve reacties te lezen. En de negatieve, ja, ik leer daar ook uit. Dus geen probleem, ik lees die zeker ook. En ik probeer daar notities van te maken. En misschien is dit inderdaad wel een winkpuntje. Dus voilà, hè, zo leert een mens ook wel bij, uiteraard. Mijn ervaring van B&B Zoekt Lief is dat ik vooral mezelf ben geweest. Echt de flap uit. Ik vond het wel leuk om te zien. Ik ben een beetje overdonderd met
Alle lieve mensen die zo lief hebben gereageerd en die dan nu mij allemaal zo berichtjes sturen. En, oh, echt waar, dank je wel. Dat doet mij echt heel veel. En ik lees ze allemaal. Ik probeer op iedereen te antwoorden. Als je nog geen reactie hebt gehad, dat komt zeker. Soms leg ik mijn gsm gewoon even opzij, omdat ik zo denk van, oef, het is wat veel. Wat een avontuur, vol emoties, lachen, gieren, brullen en wenen en trying to escape it. Het was echt wel veel. Maar ik zou het direct opnieuw doen. Of ik heb mijn portie wel gehad, dus ik ga mij niet nog eens inschrijven of zo. Maar eventueel mensen die dan een B&B hebben of een hotel hebben en die zijn vrijgezel, ja, go for it, hè. Ik zou het zeker aanraden. My god, zelfs drinken lukt niet meer. Ik zou het zeker aanraden. In het programma zijn er toch wel is er een heel mooi koppeltje uitgekomen, hè, Sandra en Tim. Oh my god, ik ken hun namen, sorry. Maar ik denk dat Tim is. Er zijn zoveel Wimmen geweest in het programma. Wim, Tim. Ken dan nog Kim? Tim? Nee, maar ik denk Sandra en Tim, als ik me niet vergis. En ja, prachtig, hè? Zeer leuk om naar te zien. Supergoed gedaan. Dat was echt, dat was mooi. Doe mijn koffie. Misschien moet ik stoppen met koffie drinken. Ik ben een theedrinker. Of ja. Ik drink eigenlijk het liefste thee. Maar zo af en toe, ik heb in Starbucks gewerkt. Hè, dus ik weet zo hoe dat ik een lekker koffietje kan zetten. En dan maak ik dat wel eens. Maar dat is eigenlijk geen koffie, hè. Dat is gewoon een dessert. Dus zo met karamelcreme en al die toestand. Dat is eigenlijk geen koffie. En mega tof. Ik wil bij deze ook even nog de cameraploeg bedanken. Iedereen van VTM, iedereen van Fremantle, mensen die ik niet gezien heb, mensen die daar wel achter het programma zitten. Anne Lemmens ook, uiteraard. Heel jammer dat ik haar in het echt niet. In techniek heb gezien. Ik had zo wel een voorgevoel dat wij heel goed overeen gingen komen. Dat voelde ik al aan onze telefoontjes. Dus wie weet, Anneke, bij deze, of Anneke, ik weet niet of ik Anneke mag zeggen, bij deze, you are welcome. Komt eens een keer af, hè? Zou ik zeggen. Dan kunnen we eens een babbeltje doen. Wat dan nog? Ik wou ook nog de mensen bedanken. Die dat zich hebben ingeschreven, hè, maar die er niet zijn doorgeraakt. Ik heb al jullie filmpjes gezien. Het was mega moeilijk om daaruit te kiezen. Ik heb echt lang moeten nadenken. Maar ik wil jullie wel echt bedanken. Dat heeft mij echt heel veel deugd gedaan om te zien. Ik vond het allemaal heel speciaal dat er mensen gewoon zo zich wouden inschrijven voor mij te leren kennen, om zelfs zo'n avontuur te beginnen. Om zelfs naar het buitenland te verhuizen. I mean, ja, I see you. I feel you en denk je wel. Heeft er niemand op de deur geklopt? Nee, ik denk niet. Ik heb een bel buiten, dus ze zullen me waarschijnlijk gewoon bellen. Ja, dus denk je wel. Dat was misschien. Ongelooflijk, hè? We zitten 5 minuten neer. Maar ja, bon, het wordt er al bij. Werken, 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 werken. Eerlijk. Passieve rust is toch de shit. Kijk. En is dat zo zuur, maar ook zoet. Love it, hè?
Nu weet ik wat dat geluid is. Het zijn mijn ijsblokjes aan het bijvullen zijn. Oké. Dacht even zetten die mensen op de deur klanten. Hoe ik denk dat ik alles gezegd heb. En by the way, als jullie vragen hebben of zo, of je wilt nog zo'n filmpje gelijk deze, want ik ga wel. Oh my god. Hoe onprofessioneel kunnen zijn. Maar ik ga wel meer van deze filmpjes maken. Maar dat kan wel ook meer coach-gerelateerd gaan worden. Omdat ja, ik moet wel eens beginnen met mezelf te promoten als life coach, forgiveness life coach. Dus ja, er gaan zeker nog filmpjes komen. Als jullie nog meer filmpjes willen over, ik weet niet, achter de schermen van B&B Zoek Lief, of zelfs achter de schermen van B&B. Het hoeft niet meer altijd nog over het programma te gaan. Of A Day in a Life met deze zotte doos. Like, als jullie ideeën hebben, inspiratie voor mij, zou altijd wel interessant zijn. Ik zou zeggen, laat het weten. Hoe met zo'n YouTuber. Zou dat nog iets zijn voor mij? YouTube. Ja. Ik denk dat het bij Instagram gaat blijven, ik weet het niet. Alhoewel, ja, misschien is het wel handiger om een YouTube-filmpje en dan de link van dat YouTube-filmpje. Enfin, weet je wat? Als je een idee hebt, help a girl out en geef mij wat inspiratie. En voilà. Love you all. Ik hoop echt dat ik niemand vergeten ben om te bedanken en om te zeggen dat I love them. Because I really, really do. En ik zou zeggen, have a nice day. Een fijne dag voor jullie allemaal. En dikke knuffels. Ah ja, dat wou ik nog zeggen. Moest je ooit in Portugal zijn, mag je altijd langskomen. Je moet niet per se hier overnachten. Zou heel leuk zijn moest ik jullie hier kunnen verwelkomen in de B&B. Maar moet niet. Ik zou het al heel fijn vinden om jullie gewoon eens een dikke knuffel te geven en een lekker glaasje sangria te drinken samen. Doei! En dan moet ik nog zien hoe je dat afkrijgt. Ik heb het gevonden. Doei! Oké, nog eens. Doei!